Goedemiddag en welkom bij het vierde deel van mijn college reeks over straling. En dit is de video waar het echt interessant begint te worden. We gaan het namelijk hebben over radioactieve straling. En wat voor effecten dat kan hebben op het menselijk lichaam, komt in een volgende video ook nog eens een keer terug. Laten we snel gaan kijken. We weten al wat ioniserende straling is. Dat is straling die dus van atomen in je lichaam een ion kan maken, die daar genoeg energie voor hebben. Eigenlijk dus ultraviolet, gammastraling en röntgenstraling. Röntgenstraling hebben we al gezien dat het voornamelijk door mensen gemaakt wordt. En we gaan vandaag dus ook nog kijken naar andere ioniserende straling die vrij kan komen. Atomen, namelijk die uit zichzelf straling uitzenden, noemen wij radioactief. Betekent letterlijk, radio betekent straling en actief betekent gewoon dat je zelfstandig dus je straling aan het uitzenden bent. En we gaan daarbij kijken hoe dit gebeurt en welke soorten straling er zijn. Om dat te kunnen verklaren moeten we eerst een stapje terugnemen, moeten we eerst gaan kijken naar isotopen. We weten dat een element kan voorkomen in verschillende versies, zoals wat wij isotopen noemen. En we weten dat dat afhankelijk is van de kern. Het is namelijk zo dat isotopen die lijken in heel veel dingen op elkaar. Ze gedragen zich grofweg hetzelfde. Ze kunnen met dezelfde atomen een binding aanmaken. Alleen het andere is dat een bepaald massagetal anders is. Het aantal protonen in de kern is namelijk wat bepaalt wat voor element het is. Als het 3 protonen in de kern heeft, noemen we het lithium. Als het op een gegeven moment er 2 zijn, dan noemen we het helium. Maar het aantal neutronen in de kern is alleen een beetje afhankelijk van de massa. En het blijkt dat dus zo gauw we andere isotopen hebben, andere versies, dus bijvoorbeeld lithium met 4 neutronen in de kern of lithium met 5 neutronen in de kern, dat die zich anders gaan gedragen. Wat het namelijk zo is, is dat bepaalde versies van deze isotopen, dat die instabiel zijn. En dat die dus een bepaalde combinatie van protonen en neutronen hebben, waardoor ze dus over verloop van de tijd uit elkaar vallen. En dat uit elkaar vallen, dat gebeurt onder uitzending van radioactieve straling. Nou, en afhankelijk een beetje van wat voor isotoop het is, gebeurt het op 3 verschillende manieren of soms in een combinatie van 2 verschillende. Laten we even gaan kijken welke dat zijn. Allereerst kunnen we gaan kijken naar alfa-straling. En alfa-straling komt vaker voor bij grotere atoomkernen. En er zitten vaak zoveel positief geladen protonen in die kern dat ze aan elkaar een beetje afstoten. En het is vaak lastig voor de kernkracht om alles samen bij elkaar te houden. En je zult vaak zien dat zo'n ding dan uit elkaar kan vallen over verloop van de tijd. En dat gebeurt altijd op dezelfde manier, onder uitzending van een klompje van 2 protonen en 2 neutronen. Nou, iets met 2 protonen noemen wij een heliumkern, zoals ik net al heb gezegd. Dus eigenlijk wat er daarna afgestoten wordt, is dat er vanuit een grotere kern, dat er een heliumkern zich afscheidt. Nou, en zo blijf je dus op een gegeven moment zo'n heliumkern afschieten. En zo blijft er dus een bepaalde dochterkern, zoals we dat noemen, die blijft er over. Dus je hebt een bepaalde moederkern voor het verval. Dan wordt er dus een alfa deeltje afgeschoten en wat er overblijft is een dochterkern. En het ontsnapte deeltje noem ik alfa straling. Nou, je hebt ook beta-straling. Bij beta-straling gebeurt er ook iets geks. Daarbij zul je zien dat een neutron in de kern verandert spontaan in een proton. En dan krijg je dus een negatief of een neutraal, elektrisch neutraal deeltje wat vervalt in een proton, een elektrisch positief deeltje. Nou, de natuur heeft daar een soort van een fail-safe voor gemaakt, dat zo gauw je een plusje maakt, dat er ook een minnetje wordt uitgeschoten. Dus bij beta-straling zul je zien dat een neutraal deeltje verandert in een positief deeltje. En omdat er dan een plusje te veel eigenlijk als het ware vrijkomt, wordt er een negatief, een minnetje, wordt er afgeschoten vanuit de kern. Dat is namelijk een elektron, zoals we die kennen. Dus bij beta-straling wordt er een elektron uitgeschoten uit de kern. En dat is wat we dus beta-straling noemen, die weggeschoten elektron. Nou, dan heb je ook nog gammastraling. En gammastraling valt binnen het elektromagnetisch spectrum. Dat is de elektromagnetische golven met de meeste energie. Dus het is eigenlijk gewoon een pakketje aan energie dat wordt uitgezonden door de kern. En vaak is dit een soort van bijproduct, zo gauw er alfa of beta straling wordt uitgezonden. Dus vaak zul je zien dat of alfa of beta wordt uitgezonden. En soms kan er nog wat gammastraling bijkomen. De atoomkern verandert namelijk niet. Er blijven evenveel protonen en evenveel neutronen in die kern zitten. Dus je blijft ook nog dezelfde kern voor en na het geval houden. Ik ga je de volgende keer meer vertellen over wat dit nou verder betekent en het invloed op het menselijk lichaam.